Welkom bij het nieuwe discussieprogramma van OOM. Zoom in is dat. En elke aflevering zoomen we dus in op een bepaald onderwerp binnen de Hindoestaanse gemeenschap. En dit keer praten we over de succesvolle Hindoestaan. Ja, en door verschillende media wordt ook gezegd, de Hindoestanen zijn de meest succesvolle minderheidsgroep in Nederland. Maar is dat wel zo? Daarover praten wij vandaag met mevrouw Van Houwelingen Ramadien. U bent heel succesvol, vind ik zelf, want u bent Zwarte Zakenvrouw 2004. Naast u zit meneer Rampersaat. U bent hoogleraar en niet alleen dat, maar u bent ook bestseller-auteur. En hier zit de heer Werner Karadzitsing. U bent letselschadearts en zeer gedreven vrijwilliger. Dank u wel. Nou, jullie zijn geïntroduceerd. We hebben afgesproken dat we gaan tutoyeren en elkaar bij de voornaam gaan noemen. We hebben nogal wat lange achternamen, dus Sandra, Hubert en Werner. We beginnen met, je mag alleen ja of nee zeggen op de volgende vraag die ik ga stellen. Hubert, Werner, jij ook. Zijn Hindoestanen succesvol? Ja. Hubert? Ja. Werner? Ja. Oké, nou, we hebben deze vraag ook aan anderen gesteld en daar gaan we nu even naar kijken. Klopt. Ik vind wel dat de Hindoestanen vrij goed doen in Nederland. Naast de Chinezen vind ik van wel. Ik denk dat ze zich heel goed aanpassen. Zichzelf altijd wel richten op ontwikkeling. Je komt ze overal tegen. Ja. Op vrij goede posities. Tenminste, in verhouding met andere minderheidsgroepen. Ik denk dat ze niet het meest succesvolle zijn. Ja, de Hindoestanen zijn ook wel succesvol, maar er zijn niet zoveel Hindoestanen die echt heel succesvol zijn. Ik ben van mening dat we nog veel succesvoller kunnen worden als we handen samenspannen, zeg maar. Nee, ik vind ze meer passief dan actief, zoals ik ze dan zie. Ik zie niet echt veel actief Hindoestanen in Nederland. Werner, jij zei net toen Narsingh zei, zijn Hindoestanen succesvol. Ja. En waarom vindt u dat? Op zich vind ik ze succesvol nu, maar er is toch een deel die minder succesvol of succesvol had kunnen zijn, maar door alle tegenslagen het niet hebben bereikt. Welk deel? Ja, precies. Nou, een deel die, laten we zeggen, een klein beetje buiten de boot is gevallen. Over het algemeen. Nou, bijvoorbeeld, kijk, je moet begrijpen, we hebben een kleine vuilnisverhuizing weer meegemaakt. En niet iedereen heeft het geluk gehad en de backing gehad en, laten we zeggen, de voorwaardes gehad om ook succesvol te zijn. Want je backing, ik hoor voorwaarden. Ja. Leg eens uit. Nou, laten we zeggen, vanuit je gezin of vanuit je darm, dan kan je dat positief toewenden of aanwenden om succesvol te zijn. Dus al heb je het persoonlijk, heb je toch meer nodig om succesvol te zijn. En ik heb gemerkt dat dus niet alle Hindoestanen op een plek zijn gekomen waar ze moeten zijn. Werner, hoe is het voor jou geweest? Leg eens even uit. Kijk, als je ontwikkelt al vanaf de lagere school, als je dat bekijkt, dan ben je een klein kind dit groeit. En er komt zoveel stof op je heen en je ontwikkelt ook als kind. En ik zal een voorbeeldje geven. Mijn vader leerde bijvoorbeeld mijn adreskunde en geschiedenis en dan vertelde hij het aan mij. En dan kon ik het heel makkelijk opnemen en dan kreeg je 9 en 10 en dat vond ik leuk. En hij vond dat ook leuk. Toen ik later aan de universiteit studeerde, bracht hij tijdens mijn stages, bracht hij mijn bami en mijn nasi voor me in de pauzes en zo. Dus hij deed alles, maar dat heeft natuurlijk ook zijn oorzaak om je die kans te geven. En hoe was het bij jou, Sandra? Die vader heb ik niet gehad in die zin. Mijn moeder. Mm-hmm. Die heeft een hele belangrijke rol en nog steeds in mijn leven. Alleen maar het zijn vaak ook heel veel verwachtingen van ouders. En je wil het graag doen als kind, denk ik, omdat je weet hoe ze geploeterd hebben en hoe ze hun best hebben gedaan om jou daar te brengen naar de universiteit. Mijn moeder, die had ook de houding van, schat, ik wil dat je dingen doet, maar ik weet het allemaal ook niet. Laten we het samen ontdekken. En is dat ook een voorwaarde om succesvol te zijn? Dat je deze mooie lessen toch hebt gekregen? Ik denk dat het een voorwaarde is voor een succes om lekker in je vel te zitten bij dat succes. Want succes, de definitie daarvan, succesvol maatschappelijk gezien, dat zijn er behoorlijk wat. Maar om de combinatie te hebben van ook goed in je vel zitten, blij zijn met dat succes. Ik denk dat de voorwaarden die u net noemde, die mensen om je heen die je stimuleren om jezelf te ontdekken, die ook zeggen van schat, je maakt de gekke keuze, wat mijn moeder vaak had, toen ik in mijn eentje door Colombia en Zuid-Amerika ging reizen, 6 maanden. God, mijn enig kind moet dat nu doen. Ja. Daar sta ik eigenlijk niet achter, maar ik ga het ook niet in die zin afkeuren, maar we doen het zo, zodat ik me daar ook goed bij voel en zij ook. Dat betekent enorm vertrouwen uitspreken als moeder naar je kind toe. De bevestiging
van je kind op momenten dat je kind faalt, in de dingen die je kind wel kan. Mm-hmm. Ik denk dat dat belangrijk is. En als we het over succes hebben, ja, dan hamer ik erop, ook bij mijn eigen kinderen. Het succes is de balans wat jij op een gegeven moment voor jezelf hebt, zowel maatschappelijk als in je eigen leven, is binnen je familie, die balans vinden en goed in je vel zitten, dan ben je succesvol. We hebben nog een gast, ja? Hubert. Hoeveel van wat Sandra nu net zegt, kom ik tegen in jouw boeken? Precies. Relatief gezien doen jullie staan het vrij goed in de wereld, want ik praat nu over wereldwijd, ik ben ook veel in het buitenland. Maar succes is namelijk is een relatief begrip. De definitie voor mij, iedereen heeft een eigen definitie van succesvol zijn. En voor mij is, sluit het aan op wat Sandra zegt. Voor mij is het dus die innerlijke vrijheid, de innerlijke, ja, die uitdagingen aangaan. Lekker in je vel zitten, plezier in je leven hebben. De ethische gedragingen, een uitdaging aangaan. En die met plezier uitvoeren. Dat is voor mij succes. Ja. Werner, in hoeverre was jij echt vrij? Want jouw vader die creëerde allerlei voorwaarden, ja, waarbinnen je dus jouw studie goed kon volbrengen. Ja. Hè? Ja, natuurlijk. Mijn vader legde heel veel eisen en voorwaarden. Hij was heel streng. Heel grappende wijze. Ik altijd, hij was een combinatie tussen Hitler en Adenauer. Nou, dat zegt een heleboel volgens mij. Ja, maar dus met de strenge, ja, maar hij was altijd rechtvaardig. Dus streng maar rechtvaardig. En okay, maar dat is omdat het uw vader is. Maar, dan zeg je dat. Precies, maar hij had voorwaarden. Maar omdat hij ook wist wat voor vlees hij in de kuip had. Mm-hmm. Dus ik hoor het ook. Maar wist je dat zelf ook, Werner? Op een gegeven moment, nou, als je zo een kant op wordt gestuurd, was er vrijheid voor jou om zelf te kiezen? Precies. Kijk, ja, dan klinkt het misschien een beetje borstklopperij, maar ik weet en ik zag dat ik uit een slimme familie kwam. Hè? Want okay, we zijn geen domme mensen. Mijn grootvader was al arts en er waren ook al professoren in de achtergeneraties en veel pandits. De vaardigheden waren bekend. Zeg precies, maar. Dus je wist dat er mensen geleerd waren en mijn vader gaf me dat vertrouwen ook. En dat moet je kinderen wel geven, een stuk vertrouwen, dat ze kunnen vertrouwen op hun achtergrond en op hun zijn. En dat vertrouwen had ik ook in hem en daarom kon ik meegaan in zijn strengheid. Ik word af en toe, de adem wordt mij ontnomen als ik zie hoe jonge mensen al enorme plichtsbesef hebben. Waarvan ik denk, vooral bij de Hindustanen is die bagage zo zwaar. Ze zeulen het wel heel erg met zich mee. En ik bewonder de andere kant van de stimulans en de reisvelden en het kaarslichtje en de beperkingen. Maar tegelijkertijd, bagage, daar bedoel je mee, de verwachtingen van onze gemeenschap. Die bagage is soms wel erg zwaar. En ik zie ook jonge mensen om mij heen die absoluut maatschappelijk succesvol zijn, maar zo in de knoop zitten met zichzelf, ja, omdat ze nooit die lucht hebben gekregen. En dan heb ik het ook vaak over de vrouwen, ja, die nog sterker in het gareel zitten. Hubert, en dat doet me wel pijn, hoor. Anno 2005 zitten we nog. Nog even, ja, Hubert, want die pijn van je, Sandra. Ja. Leg dat nog even uit. Waarom doet het je pijn? Omdat ik ze zie tobben. Ze zijn de succesvolle dochters. Mm. Ze zijn mooi. Ze zijn succesvol. En ze zitten emotioneel ontzettend in de knoop. Hubert, je wilde reageren. Nou, het is zo, die vrijheid, die innerlijke vrijheid is belangrijk. En die druk is onder Hindustanen behoorlijk groot om te presteren. Ja. En het wordt vanuit thuis uit het paplepel ingegoten. Ik ben Hindustaan, bij mij is het heel anders gegaan. Ik kom niet uit een hele slimme familie. Ik ben de enige die meer dan een MAVO heeft gedaan in de hele familie. Ja. Ja. Maar het ligt aan jezelf, aan de uitdaging die je wil aanpakken in het leven. Ik ben op mijn 12e jaar naar Nederland gestuurd. Ik was al zelfstandig. Mijn ouders waren in Suriname. Ik kon er niks voor me betalen. En het is keihard werken, doorzetten. En het is, iedereen heeft die brilliance in je hoofd. Je moet dat eruit zien te halen. Succes moet je afdwingen. Succes kan je naar je toe komen als je dat gaat ontwikkelen. Dus, maar jij hebt het dus eigenlijk een beetje alleen gedaan. Waar Werner met familiesteun? Ja, ja, maar ik heb het met nauwelijks steun gedaan. Ik heb mezelf je zegt dat je niet uit een slimme familie komt. Je weet het misschien niet. Misschien hebben ze zich niet kunnen bewijzen. Dat is wat anders. Of ze hebben niet de kansen gehad. Ja, maar ik wil het niet geloven dat jouw familie niet slim is. Nee, ik heb het niet over academische. Ik kom niet uit de academische familie, ja, academisch gezin. Anders. Dat is iets anders. Maar net op, het gaat er bij mij om, die creativiteit ontbreekt. De Hindustanen kunnen veel verder komen. Ik ben nu regelmatig in het buitenland. Elke week zit ik in het buitenland. Mijn boek is in India uitverkocht, bestsellerlijst. Zij nodigen me nu uit om te vertellen hoe je succesvol kunt zijn, hoe je slimmer kunt handelen en je creativiteit en inventiviteit kunt ontwikkelen. Wij Hindustanen, wereldwijd, we hebben dat. Maar het probleem wat wij hebben, we zijn te veel gefocust op ego.
We focussen op ons ego. We werken niet met elkaar. Leg eens uit, gefocust op ego, wat is dat? Dat is, het gaat niet om... het gaat eigenlijk gefocust op hoeveel titels je hebt. Mm-hmm. En hoeveel auto's je hebt. En hoeveel, wat voor mooie huis je hebt. Nou, dan bent u succesvol, want u heeft er een heleboel titels. Nou, dat is, ik zeg niet succesvol. En 50.000 Google hits. Ja. Ja. Nou, ja. 17.000 over. Maar goed. Kleine nuance. Dat maakt het uit. Nee, maar in ieder geval... ik voel me niet echt succesvol als het om geld gaat. Maar als het gaat om geluk en het gaat om de wereld, een bijdrage leveren aan een betere wereld. Wat ik nu aan het doen ben, van Mexico tot en met Rusland, tot en met Amerika, tot en met Duitsland. En dat is wat mij geluk is. En toch hebben we bijvoorbeeld zelfs een hele leuke reclame op de televisie. Die heeft al een enorme knipoog naar ons. Hè? Van die vader die zegt, je bent geen advocaat, je bent geen arts, je bent ook geen ingenieur. Wat moet je met mijn dochter? Heel goed. En ik denk van, dat zet toch wel die gemeenschap neer. Blijkbaar heerst het. Ja. Kijk Tanja, ik ken veel Hindustanen in mijn netwerk, die wel een titel hebben, of sommige meerdere titels hebben. Mm-hmm. Maar niet allemaal hebben het echt gemaakt, maatschappelijk gemaakt in de Nederlandse samenleving. En dat heeft vooral te maken met hun gedragingen. En daar moet aan gewerkt worden. Ze kunnen hogere niveaus bereiken. Introvert zijn, weinig zelfvertrouwen hebben, van huis uit die druk op zich gekregen hebben, wat Sandra zegt, en daardoor niet kunnen presteren. Dat soort dingen. Maar waarom heerst het idee dat we succesvol zijn dan zo? Wij weten vanuit India en Suriname dat onze mensen veel kunnen en alles op welk gebied ook goed hebben gepresteerd. Dus we hebben het in het. Lukt het niet of kan het niet, dan moet je ook een open oog hebben. En daar gaat het fout door. Bijvoorbeeld traditionele dingen, bekrompen dingen. Ik denk dat we onszelf een spiegel moeten voorhouden als ouder. En we moeten toegeven, als we kinderen opvoeden, dat wij ook zelf zwakke kanten hebben. Ja, kijk, precies. En wat u net zei, van dat ik zeg pushen. Ja, ik push mijn kinderen om zichzelf te ontdekken. En ik probeer ze te stimuleren, tuurlijk. Hoe beoordeel je wat goed en niet goed is, of als het kind vandaag of morgen verspannen wordt? Dat is altijd een discussie. Alleen maar we hebben voor ons... Nee, maar het is een gevoel van vrijheid wat ik mijn kind wil geven. Zodat ook het kind het gevoel heeft dat ze bepaalde keuzes nog zelf kunnen maken. Ja. Er zit hier iemand in het publiek, de heer Janice. Zij heeft dus heel hard gestudeerd, heeft een titel behaald. Ja. Dus die kan eigenlijk overal terecht. Die kan heel veel geld verdienen als het moet. Dat is natuurlijk ook een maatstaf van succes, hè, wat voor auto je rijdt, wat voor huis je kan kopen. Maar zij werkt dus helemaal gratis. Janice, jij doet vrijwilligerswerk. Je hebt rechten gestudeerd. Waarom heb je gestudeerd? Dat wilde ik sowieso heel graag doen na mijn studie. Gewoon de ervaring van hoe het is om je vrijwillig in te zetten voor arme kinderen dan in mijn geval. Mm-hmm. En ook om erachter te komen of dit de richting is waar ik verder mee wil. En dat heb ik me wel goed gerealiseerd. Vooral omdat ik daarna, toen ik terugkwam in Nederland, ben ik bij de bank gaan werken. Het was best wel een omschakeling, heel wat anders. En toen realiseerde ik me helemaal van, zo'n 9-tot-5 baantje, dat is gewoon niks voor mij. Ik bedoel, het is wel leuk, je verdient goed en zo. Maar aan het eind van de dag heb ik niet echt het gevoel van, wauw, wat heb ik toch iets goeds. Maar wat zoek je dan? Ik vind het belangrijk dat ik in mijn werk het gevoel heb van, ik doe iets nuttigs. Ik help mijn medemens, zeg maar. Okay. Niet dat ik de hele wereld kan verbeteren, want dat kan ik toch niet in mijn eentje. Maar dat ik in ieder geval een klein stapje kan maken, zeg maar. Okay. Dat ik iets kan betekenen. En wat voor gevoel geeft het jou dan? Ik bedoel, hoe... Ja, dat geeft dus een heel goed gevoel, vind ik. Hoe reageert je familie erop? Mijn god, ze heeft rechten gestudeerd, kijk wat ze doet. Gaat ze vrijwilligerswerk doen? Is ze goed bij haar hoofd of zo? Is niet zo slim als dat we dachten? Ja, precies. wordt verschillend op gereageerd. Sommige mensen die vinden het ook, die bewonderen het wel. Die zeggen, het goed. Anderen hebben weer zoiets van, je kan echt een goede baan met je studie vinden. Mm-hmm. Waarom doe je dat niet? Gewoon geld verdienen. Maar dan wordt daar getrokken waarschijnlijk. Iemand zal je vast wel zeggen, doe nou, dat is normaal. Ga nou eens even. Ja, wordt ook zeker wie doet dat het meest? Mijn directe omgeving. Als je dat hoort van Janice, zeg je dan van, goede keuze. Ga zo door, kind. Het kan dat ze, toch, ik heb het gevoel dat ze nog een beetje zoekende is. Maar kijk, er bestaat ook een rode lijn bij onze Hindustanen. Van als je geestelijk, spiritueel het gemaakt hebt of verder komt, dat ook een succes is. Ja. Maar toch wordt de nadruk gelegd op het materiële. Ga naar school, ga een diploma halen. Dat wordt benadrukt. Maar dat is ook een rode lijn bij ons. Wat Janice aangeeft, dat is pas succesvol zijn in mijn optiek. Zij is succesvol. Zij geeft aan, kijk, wat maakt haar gelukkig? In haar werk, in haar leven.
om een betere wereld te hercreëren. Dat bedoel ik. Gelukkig worden. Als ze echt gelukkig is, gelukkig. Weet ik niet. Dat heb ik niet gehoord. Ze is niet gelukkig. Zullen we haar het laten vertellen? Ze is niet gelukkig op haar werk. Daarom gaat ze weg. Wacht, heren. Laat zij het zijn. Ze is uitdaging. Of ik gelukkig ben. Ben je gelukkig? Ja, als ik kijk hoe ik in India was met die kinderen. Mm-hmm. En hoe ik bij de bank zat. Nou, dan is het voor mij heel duidelijk dat ik echt veel liever echt veldwerk doe. Dus echt met die mensen bezig zijn. Dat maakt me echt gelukkig. Geld is belangrijk. Hè? Maar we praten nu over die voldoening. Wat je gelukkig maakt. Waardoor je lekker in je vel voelt. En dat is voor iedereen verschillend. Oké, en daar hebben we het nu over van vooral naar jongeren toe. Doe wat je gelukkig maakt. Probeer daar die voldoening in te vinden. We hebben nog iemand hier bij ons. En dat is Naveen. En Naveen die heeft ook echt besloten om zijn hart te gaan volgen in plaats van alleen zijn hoofd. Naveen, vertel ons. Ik heb een auto-ongeluk gehad 10 jaar geleden. En toen lag ik in het ziekenhuis een maand. En toen had ik heel veel tijd om na te denken. En ik was al gegrepen door de hiphopgolf uit Amerika in de jaren 80, door breakdance, graffiti. En ik was al heel erg bezig met tekenen elke dag als ik moest studeren voor mijn vader. Tekende ik ook altijd in mijn schriften. En toen lag ik in het ziekenhuis en heb ik nagedacht, wat wil ik met mijn leven? Wat maakt mij gelukkig? Ja. En ik had een beeld van een kunstenaar gecreëerd door televisie. Van armoede, kamertje, ratten. En toen dacht ik, nou, dat is wat ik wil met mijn leven, dus ik kies daarvoor. En in de realiteit bleek dat helemaal niet overeen te komen met mijn gedachtegang. Hoezo? Het bleek gewoon dat kunst, cultuur is ook een commercieel iets. En ingaan op de vraag die gesteld is, succes of er hunne staan, vind ik materieel opzicht, als we het daarover hebben, hunne staan succesvol. Maar cultureel opzicht vind ik ze niet succesvol. Kijk, ik heb gewoon gekozen, want ik wil internationaal gewoon doorbreken met mijn kunst en niet een keuze maken tussen wit of zwarte kunst, maar gewoon mijn kunst op zichzelf staand. Ik ga naar je vader, want meneer, wat vindt u ervan dat Naveen deze keuze heeft gemaakt? Nee, zoals Naveen het net aangaf, vind ik niet helemaal 100%. Namelijk, het was niet dat ik mijn kinderen gepusht heb om bepaalde dingen te gaan. De reden dat ik hem wou, hij is mijn enige zoon. En ik heb een vrij groot bedrijf, namelijk een ingenieursbureau. En ik dacht bij mezelf, ja, als zoon zijn, en ik denk dat niks te maken heeft met Hindustaan zijn. Ik denk dat elke vader dat wil, dat zijn zoon hem opvolgt. Jammer genoeg heeft hij mij niet opgevolgd. Oké. Dat is raar, dat ben ik wel teruggesteld. Ja, teruggesteld. Sorry. Dan heeft u wel dochters? Ja, mijn twee dochters hebben nu namelijk op het ogen de leiding. En, ja, echt wel. Prima, dat maakt toch zo'n uit. Ik vind het prachtig geregeld. Ja. Gewoon ook in emancipatiezin is het super antwoord. Sandra, wij zijn blij. Ja. En we hebben volgens mij, maar we hebben nog veel meer mensen ook gevraagd wat zij vinden van titels en dat soort zaken. Ja, klopt. Laten we daar maar even naar kijken. Ja. Nee, ik vind van niet. Nee. Nee, dat is niet waar. Voor mij niet. Nee. Je bent pas succesvol als je gelukkig bent. En maakt niet uit hoe je leeft, als je gelukkig bent en je goed in je vel zit, dan ben je succesvol. Je kan ook succesvol zijn als je goed voor je familie bent, als je goed voor je kinderen bent, als je goede moeder bent, goede dochter. Maar als eerste dochter zegt, ik wil een kunststudie gaan doen, wat zegt u dan? Prima, vind ik best. Succesvol ben je wanneer je zelf tevreden bent met je eigen, met wat je hebt bereikt. Dus niet wat andere mensen van je denken. Het gaat erom dat jij gelukkig bent met degene van wie je houdt en dat hun tevreden zijn over jou, maar voornamelijk jij tevreden over je eigen. Ik bedoel, als je het gevoel hebt dat je zelf wat hebt bereikt, dan ben je succesvol verder. Je moet het ook echt naar je zin hebben. Je moet, hetgeen wat je doet moet je leuk vinden en niet alleen omdat er een titel aan verbonden zit. In het algemeen is het meer om aanzien, ja. Wat ik meemaak, wat ik ervaar. Is het meer van wat de buitenwereld ervan ziet. Dat is dan voor hun belangrijk. Vind je wel dat Hindustanen over het algemeen gegeneraliseerd veel waarde hechten aan titels? Als ik om me heen kijk wel. Sandra, jij bent de zwarte zakenvrouw van het jaar 2004. Maar je hebt geen titel. Klopt, ik heb geen titel. Dat is niet zo goed, want die mensen zeggen allemaal je moet titels hebben. Wil je nog meetellen? Ik vind het namelijk echt helemaal niet belangrijk. Ik ben wars van verwachtingen. En daar heb ik het misschien ook niet zo moeilijk, maar wel met de familie natuurlijk gehad altijd. Omdat ik ook veel artsen, ingenieurs, et cetera, en de familie heb.
Maar uiteindelijk nemen ze me wel zoals ik ben. Omdat ze zien dat ik, waar ik voor ga, ik ook met zoveel gedrevenheid doe. Dat dat ook weer wegvalt. Ik vind het vrij logisch dat een groep wat hier naartoe emigreert. En binnen 100 jaar 2 keer van werelddeel. Ja. Bewonderenswaardig, dat wil ik ook hier aan toevoegen. Ja. Dat er zoveel academisch geschoolde mensen zijn. Ja. Hè? Want dat is niet alleen maar slecht. Ja. Ik vind het wel jammer dat het vaak geen eigen keuzes zijn. Dus enige nuancering daarin van mijn kant. Ja. Maar ik moet zeggen, het is geen voorwaarde voor succes. Ja. Het is fijn als ze zelf een beetje mee mogen denken in wat ze gaan doen. Mm-hmm. Het is goed om een basis te hebben. Maar ik vind dat je als taak als ouders hebt om je kinderen ook te leren dat het gaat niet constant om het bevestigen van verwachtingen. Ja. Doe nou een beetje wat je gevoel met een beetje realiteitszin erbij. Okay. En dan kan een opleiding, academisch Hubert. Of niet, een goede hulp zijn. Hubert, paspoort. Hoeveel titels heb jij? Ik heb er 4, denk ik. Maar goed, je mag hem eentje geven. Maar het gaat er bij mij maar niet om. Zijn ze belangrijk voor u? Ja. Nee, voor mij niet belangrijk. Dat is onzin. De grootste mislukkelingen. Nee, dat is onzin. De grootste mislukkelingen in mijn netwerk, ik zit in 50 landen, zijn mensen met titels. Dus ik selecteer mijn mensen niet op titels. Ik selecteer ze op hun gedragingen, hun creativiteit, hun inventiviteit en dat soort dingen. Maar is dat dan voor niks geweest, al die titels? Ja, dat kan je net zo goed. Nee, die titel is een maat voor mensen om kennis op te doen. Mm-hmm. En kennis te vergaren. En je daar wat mee te doen. Dat geeft toch standaard aan? Ja, maar het is voor mij niet belangrijk. Performance is voor mij veel belangrijk. Daar selecteer ik mijn mensen op. Maar als je titels hebt, dan perform je toch beter? Nee, ik gebruik bijvoorbeeld mijn titels niet vaak. Alleen voor mijn boeken of zo. En ik gebruik ze ook niet allemaal. Waarom gebruik je het dan ook? Dat is soms een nadeel. Omdat je volgens veelal, en met name bij grote bedrijven, word je als een theoreticus dan gezien. Terwijl het om de practice gaat. Dus je moet een beetje voorzichtig zijn. Bent u trots op uw titel? Nou, ik ben trots dat mijn vader trots was op mijn titel. dat ik wat terug kon doen voor hem. Ja. Hij genoot er meer van dan ik. Mm-hmm. Ja. Snap je? En mijn omgeving. Maar is dat niet jammer? Maar het stimuleert ook je omgeving. Okay. Hè? Kijk, zeker ook voor de Hollander. Mm-hmm. Tegenwoordig had je ergens een baan, toch heb je een diploma nodig. We hebben Wandana in het publiek zitten. Yes. Wandana, jij komt uit een familie met heel veel titelhouders. Hè? Ook weer titelhouders. Heb jij, Werner is dus een familie die slim is, Werner. Ja. Heb jij het idee dat je een titel nodig hebt om als succesvol gezien te worden? Want jij hebt zelf geen titel. Mijn positie is nu dat ik alleenstaande moeder ben met 3 kinderen. En in mijn dagelijks leven ben ik eigenlijk merendeels bezig mezelf te bewijzen. Naar wie toe? Tegenover familieleden, bepaalde mensen, niet iedereen. Op welke manier doe je dat? Door eigenlijk te liegen. Dat ik wat bereikt heb, wat afgerond heb. Mm-hmm. Dat ik nog steeds bezig ben met de studie of ga doen. Want voor mijn inzien zijn Hindoestanen gewoon een volk wat eigenlijk heel erg geïnteresseerd is in van wat heb je bereikt? Niet eens wat is er gebeurd? Wat mm-hmm. is je achtergrond? Hoe is het gelopen? Nee. Wat heb je bereikt? Wat is jouw positie nu? En als je dan moet uitleggen, nou ja, ik heb het heel zwaar. Word je eigenlijk op een bepaalde manier afgestoten. Dat gevoel heb ik gewoon. Je wordt niet betrokken. Dus wat ga je doen? Je moet liegen. En ik vind het gewoon heel jammer dat mensen niet kijken naar het innerlijke van een mens. Wat heb jij te bieden? Wat doet dat met jou? Als persoon? Als mens. Mm-hmm. Je wordt heel verdrietig van binnen. Mm-hmm. En ik ben me heel erg op God gaan richten. Filosofie, dat houdt mij heel sterk. Om vader en moeder van mijn kinderen te zijn. Om mezelf sterk staande te houden. En ik wil in de toekomst zeker wel gaan studeren. Maar het is niet makkelijk als je er alleen voor staat. Er zijn wel bepaalde mensen die naar mij kijken van, hey Wandana, jij bent tof, jij bent leuk, jij hebt capaciteit. Want ik zelf vind mezelf heel erg leuk. Heel en goed. Ik heb geheime talenten. Ja. Ik heb capaciteit, ik heb veel meer in mijn mars dan dat ik op een papiertje kon zetten. Of dat ik een titel kon halen. Ik heb verborgen talenten, alleen jammer dat ik daarvoor niet de bevestiging kon krijgen op papier. Van kijk, dit heb ik bereikt. Ik wil het laten zien. Ik kan het. Wandana, dank je wel. Ik vind het heel dapper van haar, overigens. En ik vind het heel sterk, die oplossing die ze voor zichzelf heeft gekozen. Dus ik sta er volledig achter. Ik vind het jammer dat Hindoestanen over het algemeen er zo tegenaan kijken. Ja. Ik vind hoe zij het oplost in haar manier, op haar manier, vind ik prima. Dat is de manier hoe je tegen dit soort dingen moet wapenen. Ja. Ik was vroeger ook een mislukkeling, hoewel ik zoveel opleiding had. Maar ik had het niet gemaakt.
gemaakt in die zin van mijn doelen hebben bereikt. Dus ik begon aan mezelf te werken, aan mijn gedragingen, aan mijn communicatieve vaardigheden, beter luisteren. Ik hoefde mijn tong niet te draaien, maar ik bedoel echt goed communiceren. Je emotionele intelligentie. Kunnen jullie staan dat niet? De gemiddelde dan hebben ze een heel goede. Nee, ik praat over mezelf. Ja. De gemiddelde jullie staan kan dat wel. Okay. Nogmaals, ze zijn succesvol in die zin. Dus dat heeft mij geholpen. Ik begon te werken, ambitieus zijn en. Mm-hmm. Keihard werken, proberen je doelen te bereiken. Mm-hmm. En proberen ook je te integreren in de samenleving. Je maakt deel uit van een Nederlandse samenleving, van de Nederlandse cultuur. Dus moet je zelfs voor Nederlands zijn? Nee, dat hoeft niet. Ik ben gebleven zoals ik altijd was en zoals ik ben. Maar ik denk dat je mag het toch wel als toegevoegde waarde zien dat je in een. Dat je misschien drie werelddelen, drie culturen in je opvoeding hebt meegekregen. Laten we dan ook trots zijn. En het beste uit al die drie halen. En gebeurt dat genoeg volgens jou? Nee, ik mis dat. Ik heb het gevoel dat het moet het liefst zo traditioneel mogelijk thuis zijn. Buiten kunnen maatschappelijk succesvol zijn.